Roos van der Velde, de Benelux Masters, ook voor dames. Yes, zeker. Hoe is het om bij de heren te spelen? Ja, het is een leuke ervaring. Het is natuurlijk wel anders nu het gemixt is. Maar ik denk dat het alleen maar goed is voor ons eigen niveau. En ja, je wordt hier alleen maar beter van. Vind je het leuk om tussen de mannen te spelen? Eigenlijk wel, want toch merk je dat ze een beetje zenuwachtig worden hier en daar. Ja. Dus dan heb je een puntje voor. En het, ja, ik voel me veel comfortabeler eigenlijk. Ook omdat er wat minder druk op staat dan als je tegen een vrouw gooit. Je komt natuurlijk over van de jeugd. De laatste keer de NDB ging eigenlijk ook heel goed. Is de overstap is het moeilijk geweest? Ik zou zeggen lastiger dan van de junioren naar de heren. En ik heb er wel voor gezorgd dat het een minder lastige overstap zou worden. Om gewoon veel toernooien te gooien, al bij de volwassenen. Dus het is eigenlijk wel goed gegaan, die overstap. En daar ben ik best wel blij om. Toch hier en daar kun je nog wat extra toernooitjes pakken misschien. Maar die tijd is er nog en ik kan nog veel groeien. Tijd genoeg. Heb jij interesse in de Women's Series? Zeker, ja. Ja, die heb ik vorig jaar voor het eerst helemaal gegooid, het seizoen. En in begin 30ste geëindigd, zo uit mijn hoofd. Ik durf het niet helemaal te zeggen. Maar je zag daar ook wel echt stappen, dat er stappen gezet werden. En de vooruitgang is er zeker. Heb jij interesse in het WDF circuit om bijvoorbeeld op Lakeside te staan? In eerste instantie lag daar mijn focus eerst niet op. Alleen op de Women's Series en dan wat nationale toernooien. En dan misschien inderdaad een Dutch Open, German Open, Belgium Open. Maar ik denk wel dat het een goede stap zou zijn om toch wat meer richting de WDF kant te gaan. We zullen zien. Dus eerst sowieso die drie dichtstbijzijnde WDF toernooien. En dan misschien nog een Open Denemarken of Open Luxemburg. We gaan kijken of dat allemaal gaat lukken. Want aan podiumervaring geen gebrek. Met jouw verleden, je hebt best wel vaak een podium gespeeld natuurlijk. Bij de meisjes inderdaad. Ja, ja. Nu iets minder vaak. Maar ik heb wel alle vertrouwen in dat het weer gaat gebeuren. Maar het moet nog wel gedaan worden. Dus ik ga gewoon veel door blijven trainen en toernooien gooien. Dat moet goed komen. Roos, dankjewel. Yes, jij bedankt.